Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want u zult zichzelf als potentiële koper wel eens afvragen. Als ik nu naar zo'n verkoopmanifestatie ga en ik kijk naar een nieuwe woning, is dat dan wel het goede moment om dat te doen? Die vraag stel ik mezelf natuurlijk als ontwikkelaar ook. Is het het goede moment om woningen aan te bieden? En nu als woonconsument denkt bij zichzelf, ja, wat is eigenlijk aan de hand? Het is allemaal onzeker, we kennen de toekomst niet. Moeten we die stap wel wagen? Dan is er A, er wordt nog behoorlijk veel verkocht, minder dan anders. In elk nieuw huis, lagere lasten, lage rente, lage energielasten. En dat komt steeds weer terug. Mooi om hier te staan met u allen. Want waar u nu staat, is een gevoel van heel veel vertrouwen. U kunt zich voorstellen als wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, dat er deze dagen wel eens momenten zijn dat ik me wat somber voel. Maar vandaag is dat zeker niet het geval. Reewijk is een fantastische plek om te wonen. Een van de mooiste plekjes in het Groene Hart om te wonen. Dank u wel. Het is al meer dan 8 jaar geleden, heb ik begrepen, dat de gemeente voor het eerst met ons in gesprek ging over deze locatie. De scholen die zouden dus allemaal samengevoegd worden op 1 locatie en dan op de vrijgekomen locaties zou er woningbouw gepleegd kunnen worden. Het aandeel van de woningbouwvereniging Reewijk in dit prachtige plan zijn dus ook de 23 huurappartementen die gebouwd zouden worden. Wil ik nog even ter afsluiting zeggen dat wij alle vertrouwen hebben in het project. Wij zien het dan ook als een verrijking voor Reewijk West, wat onze wethouder ook heeft gezegd. En wij willen namens de woningbouwvereniging alle participanten ook gewoon een goede en een hele snelle realisatie van Westveen toewensen. Dank u wel. Hartstikke druk, veel geïnteresseerden en de reacties zijn ook heel positief, merk ik. De maquette wordt heel enthousiast ontvangen, dus ik heb het gevoel dat er veel belangstelling is. Ja. Ja, we zijn nu 5 kwartier bezig en de zaal is nog steeds vol. Ik denk in deze tijd, als er zoveel mensen komen, dan mogen we blij zijn.